Hey, wat leuk. Welkom bij de video. Kijk, we zitten bijna op de 100.000. Ik weet het normaal, ik zeg het zo vaak laatste tijd, maar nu is het echt zo. We moeten er nog zo weinig, dus vergeet zeker even niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, reageer dan even. Ik ben vanaf nu geabonneerd en dan geef ik een reactie een hartje. En ben je al geabonneerd, like dan gewoon even de video. Anders heeft Henkie veel te veel werk in hartjes geven aan mensen. Veel plezier met kijken naar de video. Abonneer, like de video en dan... En ja, dat is het gewoon. Doei! Nou, nah, was een beetje... Oh, wat is dit nou? Wat is dit nou? Hé, dat denk ik helemaal niet. Wie is er nou aan het toeteren? Hé joh, stop eens met het illegale klakzoon. Je bent vol... Hé, wat illegaal? Je bent illegaal. Met je lelijke rockauto. Oh, Gerard. Pak hier, Gerard. Hier, die voor je. Ja, hier staat je. Die voor je, Gerard. Gerard hier, lekker voor je. Pak hem, Gerard. Stap in, Gerard! Stap in! Meneer, doe je hand omhoog! Oh, hoezo? Hand omhoog! Wat is er? Op je knietjes! Oké. Ja. Pak even wat tijgers. Oké. Oh, meneer, help! Oh, help! Zo, meneer, u gaat nergens meer! Nee! Ik zit vast! Waarom pint je me nou vast? Ik wens u een fijne dag. Oh, nee. Nee, gaat u het doen? Oh. Nee, niet doen! Alsjeblieft! Doei! Nee! Oh! Nee! Henkie, ik heb de... Als je me hoort, ik heb de politie en de ambulance gebeld. Henkie. Oh, ik moet hem eigenlijk... Hij zit in de auto, maar ik krijg hem er niet uit. Zit je vast? Ja, ik denk dat de ambulance even moet komen. Kom maar even uit het water, het is koud. Hij is koud, man. Ik heb niet zo koud. Volgens mij is hij uit de auto. Oh ja, ik ga zich uit moeten doen. Kan je helpen, Gerard? Ja, oh. Trek aan mij. Ja, kom maar. Oh, hij moet niet weg in. Oh nee. Oh, ik heb de tijrips ook veel te vast gemaakt, meneer. Heb jij tijrips aan Henkie's voeten gemaakt? Oh nee, sorry, ik versprak me. Collega, kom even helpen. Ja. Tel hem even met z'n drie op de kant. Oké, ik pak even zo'n thermodeken. Ja. Ik haal even de steen van de grootbanaan af. Hij heeft sowieso water, denk ik, in zijn... 4, 5, 6, 7, ik ga snel nog een melding maken naar de ambulance. 10, 11, 12, Oh, leg hem even op zijn zij. Ja. Dan kan het water er even uit. Henkie. Ja. Oh, hij is er weer. Leg even die warmtedeken weer om me heen. Ja. Mag ik even zitten? Ja, kom even zitten. Ga maar zitten, ja. Wat is er gebeurd? Waar is Gerard? Maar ik was met, hoe heet je die ANWB'er, Piet of zo. Maar volgens mij is het gewoon Gerard, ik weet het niet. En hij bond me vast, aan de auto. En toen legde hij een steen op het gaspedaal. En toen reek zo het water in. Oké, we hebben je uit de auto gevist en... dankjewel. Ja, ik was ook helemaal niet aan het rijden of zo. We waren met die auto en in één keer stopten we. Toen zei hij, ga maar achter het stuur zitten. Toen bond hij me vast. En ineens legde hij een steen op het gaspedaal. Nee, heeft hij er ergens ook last van? Ik ben heel duizelig na dat water... Zogenaamde Piet, is naar ons idee wel Gerard, ja. Ah, ik wist het. Ik dacht al dat het Gerard was. Ik vond er al iets heel verdachts aan. Meneer Piet van AWB. Ja. Ben jij eigenlijk Gerard? Nee. Weet je het zeker? Ja. Dan mag u even uw identiteitsbewijs aan mij laten zien. Ja, die is nat. Ja, maar dat maakt niet dat uit. Geloof het ik. Is in een plastic pasje en is gesealed, dus dat maakt niet uit. Ja, ik zou even kijken, ik moet even voelen. Hij gaat wegrennen. Heeft u nou met shift de naam Piet op uw ID gezet? Ja, heet hij echt Piet? Ja, maar hij is nog wat, meneer, dus ik kan het zo wegvegen. Ik dacht echt dat u Gerard was. Ja, dat is een waterstift. Het is een waterstift. Ja Piet, goed. Maar waarom deed je dat nou? Hij rijdt weg! Blijf staan! Hij rijdt tegen! Je kijkt maar op zijn ID, met stift Piet erop geschreven, dus... Ik dacht echt dat het Piet was. Gerard, dat jij net al die tijd was. Wat is het? Ja, ik kwam Piet net tegen, aardige man hoor. Piet,
Ja, die was toch niet van de ANWB! Volgens mij heb je ook zijn natte kleding aangetrokken, of niet? Wilt u aangifte doen tegen deze meneer die dat heeft gedaan? Nee, niet tegen Gerard. Wel tegen Bert. Nee, maar tegen de meneer die dat heeft gedaan. Nou, het zou vast wel misverstand zijn geweest. Kijk even naar uw handen en ziet u die plekken waar het gebeurd is. Ja, waarom heb je van die rode plekje ringetjes om je weet het niet. Oké, Gerard, jij hebt Piet net gesproken, toch? Nee, ik heb alleen hoi gezegd en dan trok je mijn kleren uit en heb ik zijn kleren uitgedaan. Oké, okay, nou dat is een beetje vreemd, maar... Ja, dat. ja, en ook heel snel. Want nee, ik wil geen aangifte doen. Kijk, ik heb een mooie auto gevonden. Die is nu van mij. Waarom krijg ik nou een stopteken? Ik heb toch helemaal niks gedaan? Oh, zo. Wow, ik deed een wheelie. En nu vluchten we. Nu gaan we vluchten. Zo, en hoppakee. We gaan uit. Nou, we staan stil bij het ziekenhuis. Dan gaan we naar binnen, want er is niks aan de hand. Hey. Oh, hey. Hey. Waren jullie met die gekke sirenes? Ja. Oh, hoezo? Ja, we zaten even achter jou aan. Achter mij? Maar ik heb helemaal niks gedaan. Erg wel. Wat dan? Ja, een beetje roekeloos rijgedrag. Ja, ik gleed uit en toen moest ik weer terug. En toen kwam ik uit de stoep. En toen moest ik weer wheelie. Ja, dat was omdat ik het leuk vond. Hey, kijk. Jij hebt hier mooi zo'n motorblok uitstekend. Met een paar flinke uitlaten, weet ik veel wat het is. Ja. Kijk, als jij nou iets van een fietser of zo even schept, hè? Nou, dan moet hij maar leren fietsen. Hey, maar heb jij in ieder geval een geldige rijbewijs bij je? Ja, tuurlijk joh. Dan zou ik die graag even willen zien. Wil je mijn rijbewijs? Ja. Die krijg je hier, hoppakee. Ja, dat is een ID-kaart. Ja. Maar dat is geen rijbewijs. Dat is geen rijbewijs. Dan geef ik u nu mijn rijbewijs. Dat is wederom geen rijbewijs. Zou ik dan heel even in mijn auto mogen kijken? Want ik dacht dat ik hem even op zak had. Nou, als jij even in je auto kijkt, prima. Ja. Jullie weten allemaal wat er nu gaat gebeuren, hè? Oh. En nu zijn ze me natuurlijk kwijt. Hier gaan ze me echt niet meer bijhouden, hoor. Hierin gaan ze me echt niet bijhouden. Met deze snelle auto. Oh, dan ben ik ze zo kwijt. Dan ben ik ze elk moment kwijt. Waarom moet ik ook altijd vluchten? Waarom kan ik niet gewoon een keertje normaal doen? Weet je wat het is? Dit is ook helemaal niet mijn auto. Hé, hey, pas op! Ah, dan heb ik ze te pakken. No! Ah. Stap je even uit. Oké, maar niks geks doen, hè? Nee. Geen verdachte bewegingen maken. Oké? Ja. Want uw collega gaat schieten, hoor. Hé! Hey! Dat is doos! Hé, hey, Henkie, ik ga je wel even in de boeien doen. Even in de boeien. Niet Jorn. Ja, doe maar maar. Ja, maar doe maar. Henkie! Nee, doos! Oh nee, doe maar. Nee. Doe je mee? Henkie, ik doe mee met de polonaise. Ja, kom maar. Nee, Henkie. Gaan we er vandoor. Kijk, ze hebben elkaar geboeid. Rennen! Nu is het tijd te rennen! Hé, hey, weet je wat Gerard laatst heeft gedaan? Nou. Die heeft mij gewoon in het water geduwd. Hey, sorry, dat was niet mijn bedoeling. Wat is jij nou, Henkie? Hallo, hey, met Gerard. Johan. Met Johan. Kunnen jullie naar de gevangenis komen? Dat kan, denk ik wel. Ik zit vast. Toos heeft een beetje ruzie. Ja, maar ik wil bij jullie speciale moment zijn. En wat is dat? Ja, weet ik niet. Ik weet dat jullie een speciaal moment hebben. Ja, Toos is zwanger. Ja, dat. Ja, dat klopt. Ja, nou moet je opschieten. Ik moet bij de bevalling zijn. Oké, joe. Tot zo. Toos, we moeten... Toos. We moeten naar de gevangenis. Henkie is daar. Gerard, je hebt nog niet opgehangen, hè? Oh shit, ik heb Henkie nog aan de lijn. Je hebt de hele tijd nog niet opgehangen. Oké, ze komen eraan. Ik zit er nog heel eventjes in de gevangenis. En dan ga ik bij de bevalling zijn. Oftewel, opa Gerard en opa Toos gaan 10.000 abonnees aanraken. En daar wil Henkie natuurlijk toch wel bij zijn. Dat lijkt me zo ontzettend leuk als ik erbij ben. Dus vandaar dat ik echt heel snel naar hun toe wil. En dan komen ze eraan. En dan gaan we samen vieren dat ze 10.000 abonnees hebben behaald. Dat is zo leuk. Kijk, we zijn inmiddels weer vrij. We zijn op pad met ons eigen gemonteerde auto. Ik bedoel... Ik heb hem eigenlijk gewoon gestolen natuurlijk. Maar we zijn ermee op pad. We moeten snel naar Toos en Gerard toe. Dit wil ik niet missen. Oh, dit wil ik niet missen. No! Nee, dat zijn we niet. Wat deden jullie nou? Gerard, was aan het rijden. Gerard, je kan echt niet rijden. Gerard, wat deed je? Henkie! Dat was ik moet even man. Zitten hoor. Ja, Gerard, dat heeft hij van jou geleerd met die bandjes opwarmen. Jongen, Henkie. Jij zegt altijd dat ik mijn bandjes op moet warmen. Ja, nou, we wouden toch inhalen? Ja, maar dat ging toch veel te snel? Wat heb je ook een mooie auto? Ja, die is niet van mij en hij is overigens kapot. Maar ben ik op tijd voor de bevalling? Ik denk 20, 50 seconden te laat. Meen je dat? Henkie. Ben ik echt te laat? We hebben 10.000 abonnees. Maar ben ik te laat? Was ik er niet bij? Ja, echt. Als Gerard door had gereden, was jij erbij. Maar ik ben dus nu te laat. Ja, 25 seconden. Ja. Henkie. Henkie. Oh, Henkie. Toos, wil jij een foto van mij maken samen met Henkie? Ik zal wel even.
waar ben ik nou zo ver weg gereden? Ah, ah, dat is zoveel pijn. Henkie! Ah, zagen jullie me niet helemaal wegvliegen? Je vloog, Henkie. Ik vloog helemaal weg, joh. Waarom zat je nou vliegles? Ja, weet ik niet. Ik lag daar gewoon veilig op de grond, dacht ik. En toen rijdde er een auto over me heen. Ah, maar gefeliciteerd! Dankjewel. Gefeliciteerd met de 10.000 abonnees. Ja, dankjewel. Wat goed. Bedankt. Oh, goed van jongens. En je moet nog een verbandje hebben. Wat zijn we allemaal aan het doen? Nee, oh. Zo! Hallo. Ja, ze zochten mij. Nee. Oh shit, ze zoeken mij ook nog. Waarom zoeken ze jullie? Weet niet. Rennen! We gaan rennen! Rennen! Rennen, oude mannen! Hey, rennen! Gerard. Maar gewoon doorrennen, joh. Als we doorrennen, stop. Dan gebeurt er niks. Waarom gebeurt mij dit altijd? Ah, het is veilig, hoor. Hé, hey, wat een mooie politieauto. Kijk, wat een mooie auto. Hé, wat zijn we aan het doen, vriend? We zijn niks aan het doen. Hallo. Hi. Hallo. Jullie weten hoe Gerard eruit ziet, hè? Ja. Maar hoe ziet hij eruit? Vertel het. Wat dan? Hij is kaal. Hij is heel kaal. Heel kaal. Helemaal glad. Helemaal kale bad glad. Wat voor auto rijdt hij? Nee, geen. Nee, hij rijdt een rode auto. Maar niet ja, op maar dit niet moment. Op het moment. Dat is het ding. Ja, volgens mij wel. Dit is mooi. Hoi. Mag ik één rondje rijden? Nee, zeker niet. Dan gaan we even maar kennen elkaar zo goed, Wilco. Nee, dat gaan we even mooi niet doen. Hoezo niet? Eén rondje. Nee. Eén klein rondje. Nee. Eén rondje. Hé, ga eens van die motor af. Jij was net toch met Gerard en Toos? Ja, en toen viel ik van deze berg en toen was ik ze kwijt. We kunnen Gerard en Toos, willen we ook even mee praten. Dat is toch veel gezelliger met z'n vijven. Oh, dat is inderdaad een stuk gezelliger altijd. Kunnen we dat even doen dan? Ja, is goed. Hallo! Hey, ze willen jou pakken. Hallo! Ja, hallo? Hoe doe ik dat ook alweer? Wat? Nou, ik hoor niemand hoor! Hey, Henkie! Hey, Gerard! Ja, Toos heeft wat moeite. Ja, Toos die heeft gehoorproblemen, dus die hoorde mij niet. Nou, waar zijn jullie nou? Ik wil weer naar jullie toe. Ja, we zijn gevlucht. Hoezo? Kunnen jullie mij ophalen? Dan vlucht ik met jullie mee. Ja, maar we zijn bijna bij de impound bij de. Bij de autodealer. Bijna bij de impound bij de autodealer. Gaan jullie. Ja. Oké. Okay. We gaan een auto pakken en dan gaan we dan. Jullie gaan daar een auto pakken en dan? Gaan we een auto doen. Oh, auto doen. Oké, is goed. Dan kom ik eraan zonder politie. Ja, of moeten we je ophalen? Ja, haal me maar op, dat is beter. Waar ben je? Ik sta hier, ik stuur je een locatie, oké? Stuur je maar een locatie. Ik stuur je nu een locatie. Oké, jongens, plan van aanpak. Ik ga ze locatie sturen, dit komen ze hier en jullie staan allemaal achter de bosjes in de hoekjes. En met dat ze hier zijn, vallen jullie allemaal binnen. Wat? Dat is wel een goeie. Dat is serieus een goed plan. Waarom zouden wij binnenvallen? Ik ga ze nu locaties geven, dat ze hierin moeten komen. Dan spreek ik met ze af en dan komen jullie allemaal om de hoekjes rijden en dan pakken we ze. Ja? Maar waarom moeten we ze pakken? Jullie willen ze hebben, dat weet ik. Nee. Kijk eens, ze blijven me volgen omdat ze het niet vertrouwen. Wat ga je doen, Henkie? Je even rondje joggen, heb ik al tegen je collega gezegd. Dus hoe is het met u, meneer? Ja, nou, net een korte achtervolging, maar ik was hem al heel snel kwijt. Hey, hier gebeuren altijd slechte dingen hierboven. Er gebeuren altijd slechte dingen. En er staat hier een flitspaal. Ja. Wacht, ik haal die flitspaal even naar beneden hoor, 2 seconden. Nee. Hey, Henk. Ja, ik heb hier Henkie die aan de flitspaal aan het lassen is. Henkie, doe ze niet. Die flitspalen, die wil niemand hebben toch? Wie? Heb jij ooit één iemand gehoord die zei, hey, nou, zo'n flitspaal, die vind ik zo leuk? Nee. Nou dan kan ik hem beter naar beneden lassen. Kijk, het ding is dat die de mensen bestrijden die slechte dingen doen. Dat wil jij toch ook? Wat? Slechte dingen doen? Oké, wat wil je doen? Wil je banken opvallen samen? Nee. Nee, maar die flitspalen moet je lekker laten staan. Want die bestrijden de mensen die foute dingen doen. Dus daar komt een soort spreetje uit. Net zoals muggenspray en dan die bestrijden criminelen. Ja, precies. Oké, dan vind ik het prima. Dan pak ik die ander wel aan de overkant. Nee, Henkie, doe nou eens niet. Hey! Waar ben je? Ik sta bij het grote huis. Ben je niet bij de politieauto? Ja, ik sta bij een politiemotor. Maar die doet niks. Dat is het ding. Die doet echt niks. Die wil jullie waarschijnlijk alleen feliciteren. Ja, klopt. Hoezo? Nou, omdat je Toos zwanger is. Oh ja. Nee, maar dat al zegt hij. Probleem! Wat is het probleem? Politie! 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 Stop! Ik stap het daar! Ja, Doe. Zo, Gerard, hoe is het op de telefoon? Ja, goed. Ik zit toevallig bij je auto, had je door. Kijk achter je. Dan word je niet door, hè? Henkie, leuk dat je er bent. Hey, leuk dat je er bent, Toos. We hebben wel een technisch probleem. Ik hang op, Gerard. Nee. Zo, hoppakee. Nou, dit maakt niet uit, laat maar op. Doei. De vader moet iets namens zo vervelend doen. Ja, maar hij wilde je alleen feliciteren, zei hij. Nee, dat is niet waar. Nee, die andere niet. Oh, wacht, stop. Ik wil je wat kopen. Ah, dat zag er zo lekker uit. Zag je een appeltje? Ja. Wacht even hoor. Ik wil even wat kopen. Ja, we komen je zo wel halen. Ja, is goed. Ik ga even wat kopen. Ja hoor. Tot zo. Hallo meneer. Ik wil graag een van deze appels. Staan blijven. Nou, het is ook niet verstandig om te gaan rennen met een appeltje in je mond. Zo, meekomen jij. Op de motor? Hier komen. Gaan we gezellig op de motor samen? Zo, hier komen. Wat is er nou? Mag ik wel nog mijn appeltje halen? Zo, ga je maar even zitten.
Ja, tuurlijk. Die moeten we even uit mijn kontzak pakken dan. Maar natuurlijk. Nou, grap, jij zit wel in mijn voorzak, maar nu heeft hij wel aan mijn kont gezeten. Ik wist overigens niet dat zij weg gingen rijden, toen ik instapte. Maar waarom bent u niet op een gegeven moment uitgestapt? Ben ik toch, nu? Omdat weet je hoe hard zij gingen? Op een gegeven moment vond ik het veel stank. Ik wil een appeltje kopen, toen ben ik veilig uit kunnen stappen. Ik ben toch uitgestapt dan, en daarom sta ik hier met u nu. Ja, nee, klopt. Ja, maar kunt u me daarom niet gewoon hier een procesverbaal geven, zo? Want ik weet dat u dit niet op een gevangenisstraf uitkomt. Dat is het ding, omdat u dus hier nu zo lang moet wachten, kan ik u inderdaad net zo goed een procesverbaal schrijven. En dan bel ik wel gewoon een taxi. Alleen als u belooft dat u een taxi belt en niet meer... Ja, die twee, zich niet meer gaat bemoeien met deze achtervolging. Nee, tuurlijk niet. Ik bel een taxi of ik bel iemand anders die me op kan halen. Nou, ik zal een taxi of iemand anders bellen. Iemand die me ophaalt. Toppie. Bedankt. Fijne dag, meneer. Fijne dag. Ik had hem beloofd om iemand anders te bellen die me mogelijk op zou komen halen. Ik had hem beloofd een taxi te kunnen bellen die me mogelijk op zou komen halen. Hallo? Hey! Hey, Henkie! Ik ben vrij. Ik heb een procesverbaal gekregen, meer niet. Voor wat? Voor een vlucht van. Maar ja, omdat ik bij jullie in auto vluchten van. Vluchten van. Hey! Oké, dit ben jij, Toos. Ja, weet je nog dat we jou hier hebben afgezet? Ja. Toen zijn wij snel verder gegaan. Ja. Richting de stad. Ja. En toen richtte een agent een wapen op ons. Ja. En toen zijn we weer doorgereden. Ja. En toen stapte Gerard uit. Ja. En toen werd hij ons god gehouden. Ja. En toen ben ik snel doorgereden. Ja. 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 Nou, dat was het. Kijk wat een zonsondergang. Kijk wat prachtig dit, hè, zo. Kijk de stad, hoe die gloeit. Oh jeetje, maar ik denk wel dat ze mij nu zoeken, dus daarom heb ik even deze outfit aangedaan. Dat snap ik. Weet je nog, 4 maanden geleden, hè, dat we toen begonnen waren, hè, wist je dat? En toen kwam je ons nog tegen. Dat weet ik nog. Ja. Toen gingen we toeren. Even een flashback. Boom. Haha, dat was leuk, hè. Wat waar heb je het nou over? Ja, nee, ik zeg maar wat. Ik word gebeld door Gerard Boers. Oh. Hey, Gerard. Hallo. Doe zo niet, Toos. Henkie. Jij wil hem luidspreken, zijn, ik hoor hem wel. Oh, ik niet. Nee, hallo. Oké, ik praat wel. Ja, ben je er nog? Zeg maar dat ik namens hem praat, zeg maar. Toos. Alles wat ik zeg, moet jij tegen hem zeggen, Toos. Ik heb een paar boetes gekregen, ik heb hem er tussenuit geluld. Oh, oké. Alles wat ik zeg, moet jij tegen hem zeggen, Toos. Wat? Ik ben Henkie, Gerard en Toos praat namens mij. Toos is ik ben Henkie, Gerard en Toos praat namens mij. Want Toos die hoort jou niet. Toos die hoort jou niet. Toos is wel heel lelijk, Henkie. Daar vind ik ook. Zullen we dat vind ik ook. Zullen we Toos een keer ontvoeren? Ja, dat vind ik wel goed. We gaan brengen hem dan heen. Dat is wel een leuk idee. Maar komen jullie me ophalen? Ik zie je zo. Hey, Gerard! Ik gaf hem een kopstoot, denk ik. Gerard, gaat het met jou? Weet je waar Toos is? Nee, ik heb geen idee. Die Toos is volgens mij overleden laatst ouderdom of zo. Nee, dat is niet waar. Nou, dan gaan we dan maar. Nou, dan hebben we wat te vieren. Kom. Meneer, waarom loopt u krom? Hoe heet u, meneer? Ik ben Toos. Nou, aangenaam, Toos. Ik ben Henkie. Niet hallo, hoor. Je snapper. Kom daar. Oh, je snapper. Oké. Ik ga met jullie mee. Ja, ga maar. Ah! Nee! Oh.